Welkom bij een nieuwe video. Het EK is begonnen. Mark, heb je eigenlijk iets met voetbal? Jazeker, en vooral met het bier. En jij dan, Jasper? Nee, ik het totaal niet, maar ik heb wel iets met de Oranje Koorts. En daarom gaan wij op zoek naar de mooiste Oranje Straat van Assen. Ja, maar in deze outfit kunnen we dat natuurlijk niet doen, dus ja. We gaan ons even omkleden. 1, 2... Ik denk dat we er klaar voor zijn. Jazeker. Op naar de eerste straat. Nou Jasper, wat vind je ervan? Nou, ik moet zeggen, de Oranje Koorts is hier wel aanwezig. Ik zie heel veel vlaggetjes, dus dat is positief. Ik zie ook een aantal vlaggen hier hangen. Ik denk dat het tijd is om de beoordelingslijst erbij te pakken. Ja, en op welke punten gaan wij beoordelen? Nou, één is de oranje vlaggetjes die ik hier al heel veel zie. De Nederlandse vlag. De oranje kleding die wij al aan hebben. Het niveau en de gastvrijheid. Ja, en die gastvrijheid is erg belangrijk, want het is bloedje mooi weer. Ik heb eigenlijk wel zin in een verfrissend drankje. Een lekker kabinetje. Laten we gaan kijken. Yes, Mark, we gaan beoordelen. Jazeker. Volgens mij superveel vlaggetjes, dat is goed hier voor elkaar. Dus volgens mij is dat een dikke streep. Een vink. Hopsakee. Ik zie zelfs nog dat daar nog wat vlaggetjes en zelfs een vlag wordt opgehangen. De Nederlandse vlag, even zien hoeveel gaan we er zien. Ik zie er sowieso één achter ons. En zoals ik zei, daar is eentje opgehangen. Wat vind jij, Jasper? Ja, volgens mij is dat ook dik voor elkaar. Ik vind je erbij. Vink je. Oranje kleding, ja. Jij hebt een mooi oranje shirt aan. Maar je bent de enige, hebben jullie geen oranje shirts? Nou, ja, thuis. Thuis, maar die heb je nu niet aan. Nee. Hey, maar ben jij een beetje een voetbalfan? Ja. Hoe denk je dat Nederland gaat doen? Gaan ze winnen? Ja. Met hoeveel? Dat weet ik niet. Het niveau. Nou, ik vind het best hoog hangen. Ik zie daar wat uit het raam gaan. Ik zie ze hier allemaal onder de lantaarnpaal komen. Ik zeg, ja, ik vind het goed. Ik zeg nog eentje. Ja, vinkje, hè? Ze hebben dus nu al 4 vinkjes van de 5 en ze kunnen nog 1 vinkje verdienen. Dus we gaan op zoek naar een borrel. Nou, lekker. Mevrouw, u woont hier in de Torpstraat. Ik woon aan de Roestingstraat. Die zit net aan de andere kant. Eigenlijk woont u hier helemaal niet. Maar de oranje versiering is wel van u. Ja, dat is van ons samen. Kijk, nou, ja. Dan zijn we toch bij het goede adres. Ja. Het is bloedje heet. Ja, hoe is het eigenlijk met de gastvrijheid hier gesteld in de Torpstraat? Iedereen helpt elkaar hier. Ja. We hebben eigenlijk wel zin in wat te drinken. Oh, dat kan. Nou, dan lopen we achter u aan. Dan moet u even met me mee lopen. Heren. Kijk, hey, helemaal in stijl. Helemaal, ja, ook doe je. Ik vind het heerlijk. Bloedje lekker. Nou, wat is het? Proost, hallo. Tjing. Nou, maar de gastvrijheid zit hier wel goed. Ja, dat zeker. U heeft een roze kleding aan, of roze shirt, een roze broek. Ja. Geen oranje. Ja. Maar vanavond? Vanavond gaat hij zeker. Vol ornaat? Ja, zeker. Oranje shirt en oranje broek? Zelfs nog oranje schoenen. Kijk. Mark, de Torpstraat in Assen. Hebben we beoordeeld? Het was goed, hè? Het was heel goed. Uitmuntend. Niks op aan te merken. Dus, lekker drankje. Dus de Torpstraat krijgt van ons 5 punten voor de mooiste oranje straat van Assen. We gaan hem ophangen. Het bordje hangt. De Torpstraat 5 van de 5 sterren. Volgens mij, zijn ze hier klaar voor de TK, hè? Ja. Wij gaan ondertussen op naar de volgende straat. En die zie je in de volgende video. Kom.